Mijn naam is Gijs Bodenstaf en in deze video ga ik jou laten zien hoe je binnen een paar minuten heel eenvoudig op je tablet of op je iPhone een YouTube kanaal kunt beginnen. Dus kijk even met me mee. Als eerste loggen we even in op YouTube. Theo. Testing. Je klikt op het icoon rechtsbovenin en dan ga je naar Creator Studio. Daar klik je op. Vervolgens zie je dat je nog geen video's hebt geüpload en dat je nog geen kanaal hebt gemaakt. Dus als eerste ga je een kanaal maken. Kanaal maken. Dan klik je rechtsbovenin, klik je op het tandwieltje. Dan ga je naar een nieuw kanaal maken. Geef uw kanaal een naam. Theo Testing. Je selecteert een categorie. Akkoord met de voorwaarden. Gereed. We klikken op het tandwieltje. We klikken op extra functies bekijken. Dan moeten we even verifiëren. Tekst. Nou, dat kan. Nou, geen telefoonnummer hebben of geen telefoonnummer willen gebruiken voor de verificatie van YouTube, dan is textnow.com een hele handige optie. Je vult gewoon een willekeurig Amerikaans nummer in, bijvoorbeeld 212. We hebben nu een telefoonnummer om te verifiëren. Dus we gaan even verifiëren. We zetten hem op Amerika. Automatisch telefoontje. Telefoonnummer was 642. Verzenden. We gaan weer even naar TextNow. Uw code is 9429. De code die je hebt gekregen, die vul je dus in bij verifiëren. Daar vul je de code in, je drukt op oké en dan zie je bij Theo Testing is nu geverifieerd. Vervolgens, klik je nog even rechts op het icoon, zul je, je klikt op Creator Studio, kanaal weergeven, zul je nog een bannerafbeelding moeten toevoegen. Ik heb daar een aparte video over gemaakt, dus als je nu even rechtsbovenin klikt, dan kun je bij het i'tje kun je gelijk door worden verwezen over hoe je een YouTube banner kunt maken. En je moet nog een pictogram, zul je nog moeten toevoegen. En als je nu rechtsbovenin klikt op het i'tje, wordt je doorverwezen hoe je een YouTube thumbnail of pictogram kunt maken. En je ziet, eigenlijk kun je gewoon binnen 2-3 minuten heel eenvoudig op je tablet een YouTube kanaal maken, of op je iPhone of op een andere telefoon. En door middel van textnow.com hoef je dus niet je eigen telefoonnummer op te geven om te verifiëren. Natuurlijk kun je dat gewoon doen als je een vaste lijn hebt of een mobiel nummer. Maar stel dat je dat niet wil geven of je hebt dat niet, dan kan je dat heel eenvoudig via TextNow laten doen. En dan spreekt YouTube de code in op je voicemail. Dus dit is eigenlijk hoe je binnen een paar minuten een YouTube kanaal maakt op je tablet. Nou zijn er nog een paar dingen die je kunt doen om jouw nieuwe YouTube kanaal gelijk wat beter vindbaar te maken en YouTube te helpen om te begrijpen waar jouw kanaal over gaat. Dan ga je rechtsbovenin naar het icoon. Je klikt op Create a Studio. Je gaat naar kanaal. Dan ga je naar geavanceerd. Oh, geavanceerd. En dan kun je daar zoekwoorden voor je kanaal invullen. Dus op het moment dat je een website hebt over Minecraft of YouTube kanaal over Minecraft hebt, dan zet je daar Minecraft neer of een specifiek
Minecraft, Skywars, of alles wat in ieder geval jouw kanaal omschrijft. Je drukt op opslaan. En je klikt op Create a Studio. Kanaal weergeven. En dan kun je hier op het tandwieltje klikken. En daar kun je de layout van je kanaal aanpassen. Dus die vink je even aan. Opslaan. En nou kun je nog je kanaal een beschrijving meegeven. Kanaalbeschrijving. Dit is een testkanaal voor YouTube op een tablet. Maar uiteraard, op het moment dat jij een kanaal hebt over Minecraft, kun je daar beschrijven. Ik heb een Minecraft kanaal, ik upload elke woensdag een filmpje over Minecraft. Of als je een webshop bent of je hebt een product, kun je daar eigenlijk beschrijven wie je bent of wat je eventueel aanbiedt. Je drukt op gereed. Vervolgens kun je hier nog social links plaatsen, toevoegen. Dus hier kan je bijvoorbeeld Facebook, je LinkedIn, je Instagram, Twitter. Al die dingen kun je daar invullen en die verschijnen dan uiteindelijk hier rechtsbovenin als een social link. Hier kun je nog je links bewerken en je bannerafbeelding bewerken. Maar ik heb nog geen bannerafbeelding. Dus dit is eigenlijk hoe je op een tablet binnen een paar minuten volledig een YouTube kanaal maakt op je tablet. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds een vraag over hoe je een YouTube intro kunt maken? Stel je vraag even hier beneden en ik ga je vraag beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.